van Stichting Team Alert. We zijn hier vandaag bij het Bevrijdingsfestival in Rotterdam. En we gaan kijken wat alle feestvierders vinden van verkeersveiligheid. Heel veel plezier. Ik zou diegene wel aanspreken van als vragen hoeveel die heeft gedronken. Want ik vind na één glas al, dat ik, vind ik al gevaarlijk voor mezelf. Dat ik denk van hoe. Ja. En als hij meer heeft, op heeft, dan zou ik overwegen om het zelf. Als ik de bot ben, als ik niks heb gedronken, zou ik zelf rijden. En anders zou ik de taxi nemen. Ja. En jullie? Ja, ik ook. Ik zou eigenlijk niet bij iemand in de auto gaan stappen die heeft gedronken. Want bij ons, ook in onze vriendengroep, is er altijd gewoon dan iemand die niet drinkt. En die rijdt dan ook gewoon. En die drinkt ook niet één glaasje of zo. Ja, het is toch wel beter. Anders weet je nooit, als je een ongeluk maakt en je hebt gedronken, zou je nooit weten of het door dat ene drankje komt. Of dat, je, dat het echt een ongeluk is. Dus jij zegt ook eigenlijk al van één drankje eigenlijk al niet de bedoeling. Te veel, maar dan zou ik het nog wel aandurven. Maar eigenlijk het liefst gewoon helemaal niks. Nee. Licht, nee. Te veel gedronken. Laat ik zeggen, 3 biertjes. Ik zou zeggen dat het niet verstandig is, maar ligt een beetje aan de situatie. Ligt eraan hoeveel? Wat is voor jou de grens? Nou, het hangt ook een beetje van de persoon af, want ik weet dat mijn vader, als hij heel veel drinkt, dat het dan wel goed komt. Maar bij mijn moeder zou ik het dan weer niet vertrouwen. Dus. En heb je dat ook een paar keer gedaan? Bij je vader dan in de auto gezeten? Ja. En wat vind jij ervan? Nou, ik denk dat het een beetje afhankelijk is van je inschattingsvermogen. Want ik weet dat je tunnelvisie kan creëren en zo. Ja. Maar ik denk dat als je 2 drankjes op hebt en je weet van jezelf dat je het nog kan, dan kan je op zich nog wel rijden. Oeh, dat is echt een lastige vraag. Want ik vind dat eigenlijk een beetje een rare. Want dan denk ik echt van ja, hoe moet je anders gaan? Maar voor het overkeer, ik denk toch, denk ik. Ja, ik denk gewoon voor jezelf ook. Kijk, je kan zomaar gewoon een sloot infietsen als je dronken bent. En dan ben je alsnog gewoon de lul eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat het gewoon voor jezelf is en voor het verkeer om je heen. Maar toch vind ik dat wel een beetje een dubbele. Ik zou toch wel denken van ja, het is al heel goed dat je niet in de auto stapt of op een scooter stapt als je hebt gedronken. Dus een fiets is dan wel echt het goede alternatief. Ja. Maar toch, ja, ik snap wel dat je... Als je het wel sneller. Ben je toch een gevaar voor anderen en voor jezelf. Ja. Dat maakt volgens mij niet uit. Wat denk jij? Nee, ik denk hetzelfde. Dat klopt. Inderdaad, heel veel mensen denken dat je eerder nuchter wordt. Maar als er ook helemaal in je bloed zit, moet je gewoon afwachten. Helpt het wel tegen de kater, water? Ja, ik denk wel dat het slim is om te blijven hydrateren, inderdaad. Precies. Het helpt wel tegen uitdroging. Het festival is bijna ten einde en bijna iedereen verzamelt nu hier in de Silent Disco. Wij gaan straks lekker naar huis. We hebben superveel mensen bereikt. We hebben lekker met ze gepraat over de gevaren van alcohol. En tot de volgende keer.